Mark-Marie Huibrechts heeft zich tijdens de kaarsrel zeer kritisch uitgelaten over vandaag een site. Zo was hij uiterst teleurgesteld in Arno Kantelberg, omdat hij het in een talkshow opnam voor de VI-mannen. Maar ook Özkan Akyol kreeg onlangs een veeg uit de pan van de comediant, omdat hij niet aardig zou zijn in het echt. Nu wordt Mark-Marie van repliek gediend. De cabaretier kwam gisteren uitgebreid aan bod in de uitzending van Vandaag een Site. Daar vinden ze het een teken aan de wand dat Mark-Marie zo vaak te gast is bij de slecht scorende concurrent Bo. Je ziet het altijd als programma's aan het worstelen zijn. Dat zie je altijd, legt René van der Gijp uit. Hij vervolgt, dan heb ik het nog niet eens over worstelen omdat de klat er totaal in zit, maar de klat er een beetje aan zit te komen. Dat heb je natuurlijk bij RTL op dit moment. Dan is er weer een die zegt, we moeten meer mensen. Die hebben nu dat als ze die mensen aangekondigd hebben, dan zijn ze al 8 minuten verder, hè? Het zijn er echt veel. Mark-Marie is een van die gasten. Je ziet nu steeds vaker die Mark-Marie zitten, dus dan heeft er toch een gezegd in die redactie, zet dan maar 4 keer die Mark-Marie aan tafel. Wilfred Genevals, en? Is het gezellig? René, nou ja, hij probeert het in elk geval gezellig te maken. Ha ha ha. Johan Derksen, weet je wat het leuke is? Het is een heel aardige jongen. Ik ben hem wel eens tegengekomen en het is een hele vriendelijke jongen, maar ik heb nog nooit kunnen ontdekken wat hij kan. Hij kan niks en hij zit daar mee te piepen. Af en toe heeft hij een leuk verhaaltje, maar... Dan komt Özkan behoorlijk intens uit de hoek. Ik ben het niet met je eens. Hij is geen aardige jongen. De eerste keer dat ik hem ontmoette, had ik een interview gegeven aan het AD in aanloop naar het boekenbal en toen had ik gezegd, er lopen ook allemaal figuren rond van wie ik denk dat ze nooit een boek hebben geschreven, maar die zijn er wel. Hij vervolgt, toen zei ik, bijvoorbeeld een Mark-Marie Huibrechts, maar goed, gewoon zo'n opmerking. Die zag ik daar op de trap zitten en die had heel veel lol. Toen ik hem voor het eerst ontmoette bij De Wereld Draait Door, kwam hij heel boos naar me toe en zei hij, zet piepstemmetje op, Red. Ik heb wel een boek geschreven. Ik zei, sorry, dat wist ik niet. Wat voor boek dan? Ja, iets met stukjes. Ja, sorry, maar dat wist ik niet. Dat is aan mij voorbij gegaan. Ik mag wel naar het boekenbal, zei hij. Johan, hij heeft wel de prijs van de slechtste oudejaarsconferentie die ik ooit gezien heb. Toen hij in dat strakke broekje heel onhandig daar stond te stuntelen. Ik heb nog nooit iets gezien van hem dat ik denk, oh, hij kan wat. Al met al komt Mark-Marie hierna dus nooit meer aan tafel bij VI. Özkan, die kan toch niet, want die zit elke avond bij Bo. Die moet daar de gangmaker zijn. Johan, zal Bo nou nooit eens denken, daar komt het door dat ik slechte kijkcijfers heb? Özkan, denk je dat Bo iets te zeggen heeft over zijn gasten? Ik denk het niet. Anders ga je toch niet elke dag hem vragen?